En ik herinner me ook dat ze heeft gezegd dat het haar teleurstelde. Dat ze niet één, maar twee dochters had. Die op vrouwen viel. Die zo waren. Die zo waren, ja. Hoe kijk je terug op jouw coming out bij onze ouders? Ik herinner me dat ik verdrietig was. Want het was uit met mijn toenmalige vriendinnetje, Diane. Dus ik had heel veel liefdesverdriet. En ik weet nog dat ik dat op een gegeven moment gewoon moest vertellen. Want ik was heel verdrietig. En mama snapte natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Dus toen heb ik het aan mama verteld. En toen had ze al wel zoiets dat ze dat al wel gedacht had. Maar dat was geen makkelijke boodschap. Ik heb het aan papa nooit verteld. Dat heeft zij gedaan. Nou, dat wist ik niet. Ja. Dus en dan is het hoge woord er wel uit. Dat was ook wel een opluchting. Want er is nog wel een moment geweest in mijn leven dat ik dacht van nou, ik ga het echt nooit vertellen. Ik wacht wel tot ze dood zijn. Nou, dat is wel herkenbaar. Nou, niet zozeer dat ze, ik wacht wel tot ze dood zijn. Maar ik heb wel een moment gehad dat ik door de gangen van het Saarlands Lyceum liep. En er was een moment waarop ik dacht, zou ik dan lesbisch zijn? En die gedachte duwde ik direct weg. Met de daaropvolgende gedachte van, nou, dat ga ik dan dus nooit aan iemand vertellen. Ja. Dat leek me dan dus wel de oplossing. En dat, ja, daar hoorden papa en mama natuurlijk bij uitstek bij. Ja. Want ik dacht toen al wel dat die boodschap niet helemaal lekker zou vallen. Ja. Maar ik was ook nog een keer na jou. Ja. En ik dacht alleen maar, omdat jij natuurlijk dat wel al verteld had, dacht ik, oh, dan moet ik ook nog. Ja. Ja, want weet je, ik had wel het gevoel dat we ze teleurstelden. Dat was niet wat ze in gedachten hadden. Nee. We komen uit een traditioneel gezin. Ja. En ik herinner me ook dat ze heeft gezegd dat het haar teleurstelde. Dat ze niet één, maar twee dochters had. Die op vrouwen viel. Die zo waren. Die zo waren, ja. Ze heeft zelfs eens gezegd, ik heb het gevoel dat ik twee ongelukkige kinderen heb gehad. Ja. Als in gehandicapt. Weet je nog waar we zaten? Ja. Ik ook. We waren in St. Cloud, Minnesota. Waar ik toen woonde. Ja. En waar wij de Bravo Burritos inliepen. Ja. En toen zei ze dat. Ja. En toen dacht ik, oh, wacht even. De dolk uit mijn maag. Ja. Maar zij heeft dat nooit gezegd met de intentie om te kwetsen. Het was gewoon voor haar iets wat niet normaal was. Het was onnatuurlijk. Maar ze heeft nooit natuurlijk onze vriendinnen niet toegelaten in huis. Nooit. Nee, ze heeft ontzettend haar best gedaan. Ja. Om juist hier open over te zijn. Ja. En dit te accepteren. Ja. En ze heeft daar wel heel veel stappen in moeten zetten. Juist ook vanuit die traditionele achtergrond. Ja. Ja. Ik heb haar wel eens gevraagd ook, waar zit je teleurstelling? Toen vroeg ik aan haar, zit het in het feit dat je van ons geen kleinkinderen zult krijgen? Toen zei ze, nee, ik weet eigenlijk niet precies waar die teleurstelling zit. Maar het zit hem in, wat mij betreft, het idee dat ze twee dochters heeft gehad. En in haar beleving zouden die opgroeien. Die zouden een leuke jongen tegenkomen. Ze zouden verkering krijgen. Nou, we mochten niet op dansles. Ja. Te vroeg, want ze was bang dat we te snel aan een jongen bleven kleven. Ik denk dat ze achteraf nog wel gehoopt had, had ik ze nou toch maar op dansles gedaan. Dan was het misschien wel goed gekomen. Ja. En jij hebt nooit leren dansen uiteindelijk. Natuurlijk. Precies, ja. Zeker. Ja, jammer. Ja, ja. Volgende vraag. Is jouw band met onze ouders veranderd sinds je coming out? Nee, ik denk het niet. Nee hoor. Nee, ik denk niet dat mijn band met hun allebei anders is geworden na de coming out. Ik denk dat ik mezelf wel vrijer heb gevoeld. Nee, ik bedoel, we hielden natuurlijk ontzettend veel van allebei. En we waren een heel hecht gezin met z'n allen. Hm. En mama zeker was de spil natuurlijk van de familie. Ik kan me nog wel herinneren dat toen ik inderdaad naar papa en mama toereed om te vertellen dat het uit was met je toenmalige vriendin. Met mijn toenmalige vriendin. Dat mama zei, ik heb het je al eens willen vragen, maar ik wilde je niet beledigen. Hm. Wat veel zei over hoe zij hierin stond.
Want stel je nou toch eens voor dat ik had gezegd, hoe kom je daar nou bij? Ik, lesbisch. Dan was dat een belediging geweest. Ja, kennelijk. Kennelijk, in haar beleving. Dat is wel dus hetzelfde. Hè? We zijn allebei wel voor het eerst naar onze moeder gegaan. In tranen, omdat we liefdesverdriet hadden. Omdat zij dan toch echt wel degene was bij wie we dat wilden, aan wie we dat wilden vertellen. Ja. Maar ik weet ook nog dat toen ik thuis kwam en huilend aan papa vroeg, die op de bank zat, waar is mama? Die zei, nou, die is boven met de was bezig. Go figure, ja. Dus ik was naar boven gelopen en ik hoefde eigenlijk niet zoveel te vertellen. Want toen raadde ze eigenlijk al waar ik voor kwam. En papa was toen naar boven gelopen, omdat hij hoorde dat er iets aan de hand was. Ik weet nog dat hij toen naast mij kwam zitten en zei, maar je blijft mijn dochter hoor. Dat weet ik niet eens. Weet je dat niet? Nee. Nou, wat bijzonder. Hij zei, je blijft mijn dochter hoor. En het was eigenlijk een heel mooi, intiem moment. Ja. Wij waren natuurlijk niet een familie die iedere dag tegen elkaar zeiden hoeveel we van elkaar hielden. Dat bleek uit andere dingen. Ja. En dat was echt zo'n moment. Terwijl papa natuurlijk degene was die niet per se respectvol over homo's sprak. Dat waren flikkers. Ja. En dat zorgde ervoor dat wij niet per se voelden dat dit een makkelijk onderwerp was om thuis te bespreken. Heeft hij nooit meer gedaan, hè? Nooit meer. Daarna. Hij vond het wel gezellig met al die meiden. Ja, dat was ook zo. Ja, en dan de beurt. Ja. Je hebt ze tot nu toe allemaal goed, Mar. Ja, het gaat hartstikke goed. Het is een leuke quiz. Ja. Als je je coming out over zou kunnen doen, wat zou je anders doen? Ja, ik zou het moment van de coming out niet per se eerder of zo willen doen. Want het is gegaan zoals het is gegaan. En dat was kennelijk het moment waarop ik voelde dat het eruit moest. Mm-hmm. Ik heb wel heel lang iets willen compenseren. En dat is natuurlijk niet heel liefdevol naar mezelf toe. Want ik wilde vooral een heel leuk en aardig mens zijn en een goede politieagent en een goede volleybalster. En weet je, allemaal dingen die waarvan ik dacht van nou ja, dan is dat andere niet zo erg meer. Want het is ook, ze is ook wel een heel leuk mens. En je kan ermee lachen, je kan ermee kletsen. En ze kan goed volleyballen. Dat heb ik wel gehad. Mm. Het is wel compensatiegedrag. Ja, maar dat herken ik ook wel. Ja. Ja. Maar er is wel een periode geweest, voorafgaand aan het moment van coming out naar onze ouders toe, waarop wij een beetje een dubbel leven leiden. We hadden op een gegeven moment wel een vriendinnenkring opgebouwd. We gingen ook af en toe uit in Amsterdam. Weet je wat mama ook altijd zei dan? Nou. Ja, jullie gaan ook alleen maar met dat soort meisjes om. Oh ja, dat soort meisjes. Dat zei ik, mama, dat is toch ook niet voor niks? Nee. Ja. Geestig achteraf. Ja, ja. Maar goed. Dat is wel zo, ja. We hadden wel een soort van vriendinnenkring. Maar ja, en wat ik eigenlijk ons beiden gegund had, achteraf, is dat we eerder die stap gezet hadden. Want het voelde ook wel als een enorme bevrijding. Want vanaf dat moment kwam ik wel anders thuis. En jij zei net al, ik voelde me vrijer. Ik voelde me zeker vrijer daarna. Mm-hmm. Ik had heel lang het gevoel dat ik toch iets, ja, dat was natuurlijk ook zo. Dat je een stuk van jezelf niet laat zien. Absoluut. Ja, je ouders nog wel. Ja. Ja. Hoe kijk jij terug op ons eerste gesprek over onze geaardheid? Wij samen. Nou, ik herinner me dat jij degene bent geweest die mij gevraagd heeft of ik verliefd was op, laten we er Dieneke noemen. Laten we er Dieneke noemen. En dat ik dat direct ontkende. Een heel kenmerkend verschil bij eeneiige tweelingen is partnerkeuze. Behalve die allereerste ene keer. Toen zijn wij verliefd geworden op hetzelfde meisje, dezelfde vrouw. En jij vroeg mij dat toen. En toen zei ik nee. En toen zei jij, maar ik wel. En toen ben ik een dag later daarop teruggekomen. Weet je waar we waren? Ik heb nog een of andere gekke herinnering dat wij dit gesprek hadden terwijl wij samen onze krantenwijk liepen.
Was dat voor of nadat we bij de notenbar waren geweest? Voor onze echte noten. Ja. Ja. Nee, dat is niet zo. Nou ja, ik dacht precies dus ongeveer in de buurt van die notenbar. Nee, wij zaten in ons gezamenlijke Toyotaatje Starlet. De DT75JX. 25JX. 75. Oké. Laten we op 50 gaan zitten. De DT50JX, ja. En wij waren ergens geweest en we kwamen aanrijden en we zaten in de auto en we bleven in de auto zitten. Hmm. En toen heb ik je dat inderdaad gevraagd. En volgens mij kwam dat omdat jij met nogal veel haast naar huis was gereden. Want, laten we haar Dineke noemen, was bij mij. Want ik had toen iets met haar. En toen had jij wel heel veel haast om naar huis te komen. Jij wilde haar ook heel graag zien. Dat is een beetje mijn herinnering. Nee. Wat nee? Nee, ik herinner me dat niet zo. Je hebt deze vraag gewoon fout beantwoord, maar je staat achter. Ik heb daar geen... Nee, daar kom ik ook echt niet bij. Het is ook niet zo dat ik zeg, oh ja. Wij spraken het wel als eerste naar elkaar uit. Zeker, ja. Zeker. En dat was ook al echt een wereld van verschil. Ja. Weet je wat het dan over gaat volgens mij? Dat je het voor het eerst hardop zegt. Uitspreekt, ja. En je kan het voelen, je kan het denken. Maar als je het nog nooit hardop gezegd hebt, is het nog niet waar bijna. Mm-hmm. Maar op het moment dat je het zegt en je spreekt het uit, dan komt er een soort van stroomversnelling in je persoonlijke coming-out. Maar ik heb altijd gezegd, ouders hebben ook hun coming-out nodig. Mm-hmm. Vaak wel. Zeker. En zeker onze ouders ook. En als ik iets zou willen zeggen tegen ouders die LHBTIQ kinderen hebben, of welke letter dan ook, hè. Als je denkt dat het zo is, bespreek het met je kind. En laat in ieder geval je kind weten dat als het zo is, dat het oké is. En dat het een bespreekbaar onderwerp is. Nou, dat met name het laatste. Hè? Ja. Want het is ook vaak zo dat de omgeving eigenlijk het bijna eerder weet dan de persoon in kwestie. En daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat die naaste omgeving een veilige omgeving creëert. Ja. Ja. Nou, dat het vangnetje er eigenlijk al is voordat het kind het uitspreekt. Juist, ja. En hoe doe je dat? Dat doe je door het onderwerp als positief in het gezin te bespreken. Ja. Je kunt toch aan je kind vragen, ben je wel eens verliefd geweest op een jongen of een meisje? Ja. Als papa of mama dat op die manier aan mij gevraagd had, dan had ik daar waarschijnlijk niet zo'n enorm ding van gemaakt. Nee. Want dan had ik veel eerder durven uitspreken dat ik verliefd was geworden op een meisje. Ja. Mijn beurt. Dit is de bonusvraag dan, denk ik. Nou, ja of nee? Als je zou kunnen kiezen, zou je dan hetero willen zijn? Nu niet. Nee. Toen wel. Ja. Ik ook. Nou, het kan ook kort en krachtig, maar ja. Jij altijd met je lange teksten. Ik zeg wel veel waardevolle dingen. Ja, natuurlijk. Maar dat vraag ik me af. Ik denk dat jij zo ongeveer hier uitgeknipt gaat worden.